De beelden van Groningen Karting worden mede mogelijk gemaakt door Kartcentrum Lelystad, Acer en Goodsign. Weg. We zijn weg en zal het dan wederom Condoren zijn die als eerste, maar ook meteen als een komeet er vandoor gaat? Ja, volgens mij wel. Ze gaan allemaal flink een eindje naar buiten. En het is de nummer 4, Condoren, die hier meteen even zijn slag slaat. Zeg, zo, goeie dag. Nou, we zijn nu in de eerste ronde, dus nog niet zo ver. We zien dan ook meteen dat Dave van Vught probeert de aanval te openen bij Chris Hane. Maar voorlopig is het Condoren die meteen al een gat trekt. Van, ik denk de volgende of 4/15e. Ja, dat heeft hij toch wel. Maar Chris Hane zit er wel. Nou ja, maakt al een klein stuurfoutje, zag ik. Ging een beetje door het gras heen. En Condoren, prachtig mooie stijl. En heel strak houdt hij hem ook. Ondanks dat het regen is. En wat zie ik? Hallo zeg, 1,5 seconden heeft deze man al op de klok laten zetten. 1,5 seconden heeft hij al op de klok laten zetten, de voorsprong. Dan vinden we Thijs Stemerdink met Dave van Vught en Donnie Hoed op een vierde plek met startnummer 11. En Max Stemerdink op 5. Hane op 6. Dan Knapen op 7. Ik dacht heel even, maar dan moet ik een dik vet zwaar vergissen. Maar het is toch Thijs Stemerdink die bij Condoren straks gaat aanbrengen. En ook Dave van Vught op 3. Met Donnie Hoed achter Dave van Vught met startnummer 11. En die heeft natuurlijk wel zeker wat goed te maken. Ook om wat verder naar voren te komen. En ook uit het team van FJ Motorsport. Maar Condoren, de protégé van... Oh, zo! Hallo! Dat ging ook maar net goed, zeg. Goeiedag! Dat was echt even lekker schrikken, zo. Nou. Ja, het ging er dus echt vol. Ging die daarnaast met startnummer 36, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Thijs Stemerdink, die op een hele mooie tweede plaats stond, maar wel maar door niemand getikt werd. Maar wel zelf naar buiten een beetje gedrongen werd. En daardoor hier vol in de swing ging. En gelukkig iedereen er voorbij kwam. Op een goede manier. En geen aanvaring. Nou. Winkel heeft geen jas bij zich. Zou het koud zijn? Nee? Oh. Moet nog even weten waar je bedrijf zit, Winkel. Koen Doren. Doren 1-3-7-3-1. We hebben in ieder geval, krijg je net van Martin Pot, heeft de laatste weergave gegeven. We krijgen geen regen meer. Zo staat het hier op het scherm gegeven. En het is een vrij nauwkeurig scherm wat hij hier continu hanteert. En we krijgen geen regen meer. Nou, de zon schijnt, dus dan hebben we straks dat de zaak een beetje opdroogt. En ja, wat moet je dan? Ga je dan weg op regen of ga je dan weg op sliks? Ik adviseer het in ieder geval niet. En ik wil het er ook niets mee te maken hebben. Maar als je nu op sliks weggaat, dan heb je misschien straks zelfs mogelijk een kansje. Wie weet. Ik meld het u alleen maar dat we geen regen meer krijgen. Maar straks krijg ik te horen van, nou, drie spetten, toch regen. Ja, nee. Goed, oké. Vooruit. We gaan terug naar de Micromax-wedstrijd. Met 4 minuten hebben we inmiddels gehad bij Condoren en Donnie Hoed. Hij gaat nu in de achtervolging bij Condoren. Maar hij heeft nog wederom over het gras. Doren heeft, Donnie Hoed heeft een patent inmiddels op grasrijden. Deed hij ook in Oostenrijk. Hij vindt dat de baan waarschijnlijk wat breder moet, Donnie Hoed. Maar ja, goed, het zij zo. Hij pakt hem toch wel heel mooi op. Wist hem goed te corrigeren. Maar daardoor verliest hij toch wel een klein beetje tijd. 4 seconden is de voorsprong voor Condoren. 4 seconden. 1, 3, 5, 50.
Wat draait Donny Hoed? 1-4-6. Snelste tijd 1-3-4-4. En de snelste tijd voor Donny Hoed 1-3-9. Met een voorsprong van 4 seconden voor Koen Doorn. Bijgestaan in de techniek door Jennifer van der Beek. Samen met Patrick de Vries. Die een hele... Kijk daar. Oh, dan wederom is het toch dat hij weer een klein stuurfoutje maakt, Donny. En het is wel heel jammer. En dan hier nu weer ver naar buiten. En dat kost hem tijd. En dan zit hij in het groepje van Robert de Haan met Chris Hane, Dave van Vught. En die zijn met elkaar aan het bakkeleien. En dan betekent het ook dat daardoor ook Koen Doorn toch wel wat meer voorsprong creëert. 5,4 seconden. Koen Doorn gaf aan, ja, ik vind de regen eigenlijk wel lekker rijden. Ik vind het wel mooi en dat laat hij ook wel zien. Niet alleen lekker, maar hij laat het ook zien dat hij het ook wel kan. We zijn inmiddels 6 minuten onderweg. Donny Hoed wederom op een tweede plaats. Hij wordt continu natuurlijk ook door de anderen belaagd. Achter hem Robert de Haan, Chris Hane zijn met elkaar als haantjes aan het vechten. En dan kijk, Donny Hoed. Ja, wel prachtig mooi hoor. Hij laat hem naar binnen, naar buiten. En toch een mooie, zeker voor de regen, wel een goede stijl. Maar toch is Koen Doorn al magistraal onderweg. Ook hier op Berchem. En een schitterend mooi laat hij ook de rest van het veld voorlopig even achter zich. Met een tijd van 5,7 seconden voorsprong. Wat Koen Doorn hier neerzet ten opzichte van zijn mede teamgenoot van FJ Motorsport is Donny Hoed op 2. In Oostenrijk was het omgekeerd. Daar was het Donny Hoed die 7e werd. En ook was het Koen Doorn die 9e werd uiteindelijk. En dan wil ik er toch nog even op terugkomen. En waar wil ik op terugkomen? Dat hier vaak in Nederland wel eens gemopperd wordt. Wat voor een straffen wij hier uitdelen in Nederland. Ik kan u verzekeren, in Oostenrijk waren de straffen iets anders. Inhalen onder geel 10 seconden. En het was ook nog een keer zo bumperen of eraf duwen, krijg je ook 10 seconden. Nou, dan denk ik dat wij in Nederland heel lief voor jullie zijn. Dus wat dat betreft hebben we hier zeker geen klagen. Doorn is inmiddels de voorsprong. 6,2 seconden. Dan komen ze bij de achterblijvers. Die moeten dan aan de kant. Nou, dat doen ze dan ook heel netjes. Dan hebben we het natuurlijk over, waarschijnlijk is het Enzo Bol, die ik hier vandaan kan zien. Daar zijn ze, daar is... Donny Hoed, 6,3 seconden is het wat hij hier neerzet, Koen Doorn. Ja, je kan toch zeggen, het lijkt wel een metamorfose die hij heeft ondergaan daar in Oostenrijk. En ook daar heeft hij natuurlijk, ik moet zeggen, ik heb mensen gesproken die er geweest zijn. En ook gezegd, ja, ze komen altijd heel anders terug uit dat ze komt rijden met meer ervaring, meer kennis. En ook zeker... Ook de strijdvaardigheid is anders geworden. En ook zijn er natuurlijk een aantal die er... Maar zeker Doorn is er op een hele, hele goede manier vandaan gekomen. Dan kun je dat vandaag... Maar ik weet ook uit de zeer betrouwbare kringen... Dat de man ook erg gecharmeerd is van water. Oftewel regen rijden. En we zitten in de 9,5 minuut. 9,5 minuut is het op dit moment voor hem.
Nou. Ook. Eens kijken. Weer voorsprong voor Koen Doorn. Daar is hij gebleven. Daar is hij. Oh. Hij heeft al een enorm gat getrokken van 7 seconden. 7 seconden. Start finish. Krijgt geel. Dan is er daar achter. Eentje. Oh, kijk. Ligt er achter eentje naast. Het is weer voorbij. In ieder geval. Zeven seconden voor Doorn. 7 seconden voorsprong. Komt hij, de man op de Mad Rock. Met start nummer 4. 1,5 jaar. Ik zie hem vorig jaar nog komen. Tijdrijden. 18e, 20e. Dan naar voren komen. Elke keer weer. Maar nu zet hij in één keer een goede tijd neer. Begint goed aan het weekend. Zelfvertrouwen zit erin. Heeft hij meteen van het eerste af aan. Heeft hij dat te pakken, de man op 1. En Doorn laat nu zien wat hij moet laten zien. 1 minuut 4, 1, 3, 4,40 wat hij nu draait. Ook de snelste. Donny Hoed op 7,1 seconden achterstand. Met Dave van Vught op 3. Dan Robert de Haan, Daan Posma, Chris Haan op 6, 7. Lucas Schoenmakers, oh, ook zo'n mooi ventje. Met Max Knapen, met Esmee Kosterman. Ook prachtig mooi hoor, wat ze hier flikt. Met startnummer 65. Deze dame op een 9e plaats. Daarachter Senna Rodijk met Dani van Haarlem. En dan Dani van Ruiten, Daan Richards. Vandaag een klein beetje moeizaam op een 13e plek. Met Matthias van Goetem, Stemerding, Quen Blokzeil. Dan Maya van Goetem op 17, 18e. Laurens Weber en Thijs Stemerding, Bira van Haver en Enzo Bol op een allerlaatste plek. Maar het is zo moeilijk. Zeker al als je een aantal heren hebt en dames die al een tijdje meegaan. 7,8 seconden. We gaan naar de 8 seconden voorsprong die Koen Doorn op dit moment heeft opgebouwd hier bij deze mans. En we kunnen wel zeggen dat het echt wel heel gaaf is vandaag. Wat hij laat zien ten opzichte van de andere heren, zeker die dames. Hoed draait dan 1-4-8. Doorn draait dan 1-4-1. En ook Hoed rijdt natuurlijk voorop. En er is niks mis mee. Ook hij behoort tot de rappenbazen bij de Micromaxen. Achter hem wordt hem ook gevochten. De nummer 7 en 6. En dan daarachter Daan Posma doet mee aan het verhaal. En we gaan dan de laatste fase, bijna de laatste fase van deze mans in. En kan die dan straks roepen, Doorn, dat hij vele overwinningen vandaag op zijn naam heeft gezet. Nou, vele overwinningen. Ik ga het u even kijken of u zeggen. Koen Doorn heeft de vorige keer gewonnen. Hij heeft de keer daar weer voor gewonnen. En het enige, nou, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de qualifying, was hij dan niet de snelste. Daar was hij dan tweede. Nou, wat dat betreft, alle overwinningen. Dus het is vandaag, pakt hij eigenlijk alles wat er maar te grijpen viel en te pakken valt. Heeft hij hier dan ook met startnummer 4 op Jennifer van der Beek. En samen met de Vries hebben ze deze jongen een beetje lopen kneden. Nou, een beetje boel, kan ik eerlijkheidshalve zeggen. En hij doet het echt excellent. Ook van die Hoed niet mis te verstaan wat hij hier laat zien. En ook weet hij het hele veld, weet Donny achter zich te houden. Ook dat is zelfs al een kunst om goed te verdedigen. En ook dat ten opzichte van je collega's te kunnen. Prachtig mooi wat de andere mannen ook laten zien. Dave van Vught, Robert de Haan en Daan Posma. En Chris Hanen op een 6e plaats. Lucas Schoenmakers zat het vandaag gewoon even niet mee. Als ik het zo bekeken. Zullen dan ook zien. Max Knapen. Op een 9e plek. Senna Rodijk. En toch terug te komen op Esme Kortman. Denken, het is toch een dame voor de regen. Ja. Dan zit ze toch verder voorin dan normaal. En ook uiteraard maakt deze dame progressie. Stemerding, Blokzeil, Van Goetem, Matthias en Maya van Goetem. Laurens Weber vandaag ook was ik vanochtend even bij hem voor het eerst in de tweetak. En hij vond het toch wel heftig en ook best wel hard gaan. Dat is ook best wel een hele stap van 4 naar tweetak. Andere vermogens opbouwen in de motoren. En ook reageren ze uiteraard anders.
We gaan daar naar de laatste ronde. De laatste ronde voor Koendoren. De allerlaatste ronde voor Koendoren. Met zijn achter opkomende mannen. 8,8 seconden heeft Koen hier als voorsprong op het even. Dan vier Postma met de Hanen Schoenmakers op 7, 8 Knapen met Esme Kosterman op 9. Senna Roderick op 10 en 11. Dan Van Haarlem met Dani van Ruiten. Steenbedink op 13. Dan Daan Richard met Gwen Blokzeil. Uiteraard denk ik dat zijn moeder wel zit te kijken van Daan. Vanuit nog een aantal weekjes te gaan. En dan zal Daan zijn broer gaan begroeten. Dan van Gutem tweemaal. Laurens Wever, Thijs Stemmerink, Vera van Haver en Enzo Bol op 21. Ook een prachtig mooi kereltje. Daar is hij. Pak hier. Volle winst. En een hele dag winst in zijn komst mee naar huis. Johnny Hoets op 2. Dan Dave van Vught op een derde plek.